ging die weer helemaal kloppen en overslaan. En ja, ik werd er weer best wel bang van. Een hele goede morgen en welkom bij deze ochtend. Het is vandaag dinsdag en ik neem jullie mee. Dag uit mijn leven met heel veel eten. Ik zit op 1500 calorieën per dag. Dus ik dacht in plaats van what I ate in a day, ga ik jullie meenemen gewoon een hele dag. Lekker vlogstyle. Laten zien wat ik eet. Moet wel even zeggen, het is niet allemaal vegan. Ik eet over het algemeen heel veel vegan, maar ik ben niet helemaal vegan. Dus flex vegan, zeg maar. I don't know. Ik eet sowieso geen vlees, dat niet. Maar ik eet wel eieren en dat soort dingen. Ja, je zult het vanzelf zien. Dus ik neem jullie vandaag lekker mee in wat ik op een dag eet. Een lekker vlog style, lekker casual. En dan ga ik de jongens naar school brengen en dan ga ik met mijn ontbijt beginnen. Ik heb vandaag even eerst aankleden natuurlijk. De korrelbrood met een heerlijke pindakaas van de pindakaaswinkel. Dat is pindakaas met stroopwafel. Zo lekker. En er zit geen suiker in, maar het is echt yummy, yummy, yum. En mijn ontbijt is in totaal 289 calorieën. En dan heb ik 12 gram vet, 29 koolhydraten en 12,8 eiwitten. En dat is heel goed te doen. Waarbij ik alles bijhoud. En nu ga ik dit even opeten met wat groene thee. En dan ga ik maar kijken naar jongens naar school brengen. Ik wilde eerst daarna doen, maar ik heb echt mega honger. Dus ik ga het nu maar doen. Eventually. En ik heb een nieuwe broek gekocht. En ik hoop ik dat dit maatje mij gaat passen. We shall see. Oh, echt mega lol op morgen. Oh my god. Ik haat ballen. Ik heb toch maar niet mijn nieuwe broek aangedaan, want hij was een beetje te groot. Ik dacht dat hij te klein zou zijn. Nee. Kom, schiet op. Even snel je tanden poetsen. We moeten naar school. Ik heb nog niet gegeten. Ja, vanochtend alleen. Maar ik heb nog geen lunch gehad of zo. En ook nog geen tussendoor. Ik ga nu even naar de dokter toe. Even neerzetten. Ik had even de huisarts gebeld. Wacht, ik ga mezelf eerst even opburken en dan leg ik het wel uit. Waarom ik naar de huisarts ga. Ik ga meteen ook tussendoor even rijden, want anders ben ik niet op tijd. En dan ben ik weer te laat. As usual. Oké. Ik had in het verleden had ik best wel vaak dat mijn hart heel vaak oversloeg en zo. En daar werd ik eigenlijk best wel angstig van. Best wel bedoel ik heel erg, want ik heb er zelfs therapie voor gehad en zo. Want ik ben al bij de cardioloog geweest en er was helemaal niks aan de hand en ik ben gewoon gezond. Maar ja, dat stukje is in mijn hoofd blijven zitten omdat het best wel shocking was. Want ik was in Aruba en toen moest ik ineens naar het ziekenhuis daar. En zij zei toen van ja, er is wat, maar we weten niet wat. Dus nou, naar Nederland gegaan. Uiteindelijk in Nederland naar de cardioloog geweest, was niks aan de hand. Dus ik werd helemaal bang gemaakt. Eigenlijk voor niks. Maar ja, dat stukje is dus zoals ik net al zei. Oh, keer die zon, sorry jongens. Dat stukje is dus wel in mijn hoofd blijven zitten. En gisteravond ging ik naar bed en dan ging die weer helemaal kloppen en overslaan. En ja, ik werd er weer best wel bang van. Dus ik dacht, nou, ik ga het even weer uitzoeken. En daarom heb ik een afspraak bij de dokter nu om te gaan kijken hoe of wat. Ook omdat ik weer veel sport. Wat is dit nou voor muziek? Maar ik ben gewoon fan van dat ik het gewoon uitsluit. En dan kan ik ook weer gewoon rustig met mijn dag. Vooral omdat ik in het verleden heb ik daar echt wel paniekaanvallen door gehad. En iedere keer wanneer die oversloeg was ik alweer in alle staten. En het heeft heel lang geduurd voordat ik daarover ben gekomen. Het is nog steeds niet helemaal daar waar ik wil dat het moet zijn. Maar ik ben wel echt heel erg goed op weg. Maar ja, gisteren had ik dus ineens weer echt heel erg angst. Wat ik een tijdje niet meer heb gehad. Omdat hij weer heel erg oversloeg. En voelde gewoon ook niet fijn. En daardoor heb ik ook een heel tijdje niet gesport. Omdat ik echt heel erg bang was dat als mijn hartslag verhoogde. Dat, dat hij dan weer over ging slaan. Dat ik me dan weer kut zou voelen erover. En nu sport ik eindelijk weer. Dus daar ben ik echt al fucking trots op dat ik dat doe. Maar ja, zoals gisteravond ging het dus even niet lekker.
Dus ik wil het even uitsluiten bij de dokter. Dus vandaar dat ik onderweg ben naar de dokter. Heel verhaal. En dit is hem. One eternity later. Ik ben net teruggekomen van de dokter. Nou, alles is goed, zoals ik al dacht dat het was. Ja, ze had me ook wel een heel lief complimentje gegeven. Dat ik het echt weer goed oppak. Omdat, ja, en dat ik toch wel weer ervoor ga. En dat ik toch wel weer sport en zo. En ja, dat ik mijn leven gewoon weer helemaal oppak. Want ja, paniekaanvallen vind ik echt heel erg heftig. Het overviel me ook. Ik voelde mezelf ook geen type om paniekaanvallen te krijgen. En ik heb het toch gekregen. En ja, dat was best wel heel heftig. Hele heftige periode uit mijn leven. Ik heb het heel goed weten te verbergen voor mensen om me heen. En op camera en zo. Maar ik had er wel echt heel erg last van. Het is gewoon wanneer die overslaat, dan ben ik in alle staten, zeg maar. Nu wordt het al minder als hij een paar keer overslaat. Dan soms merk ik het niet eens meer. Andere dagen, wanneer ik wel echt heel erg gespannen ben of moe, dan merk ik het wel. Maar ja, zolang ik maar goed blijf tegen mezelf blijf zeggen dat ik weet dat ik gezond ben. En ik ben gezond en ik heb een gezond hart. Is er niks aan de hand. Ik ga nu naar huis rijden, want ik heb nu wel echt mega honger gekregen. Ik zat net ook vet gespannen in die... Ik zit altijd gespannen. Echt. Maar ja, ik ben nu een stuk rustiger. En dat voelt wel echt super fijn. Nu ben ik niet van plan om iedere week naar de dokter te gaan om mijn dingen te meten. Maar gewoon wanneer ik er echt last van heb, dan vind ik het gewoon fijn om die bevestiging te krijgen dat er niks aan de hand is. En dat ik gewoon gezond ben. Ja, het zit allemaal gewoon tussen mijn oren, zeggen ze dan, hè. En het is lastig. Maar ik ga nu rijden in ieder geval. Het wordt een heel emotioneel gesprek. En ik zou filmen wat ik op een dag eet. En we zouden niet helemaal een therapie sessie gaan doen. Dus laat ik maar gewoon gaan rijden. En ik ga mijn crackertje of mijn rijstwafel eten. Ik heb nog 4 rijstwafels. Daar heb ik mijn telefoon. Wat ik kan eten tussendoor. En wat ik doe is altijd gewoon 1 rijstwafel eten. En dan weer een rijstwafel. En zodat ik de hele dag vul met eten. Want ik hou van kleine beetjes eten gedurende de hele dag. En ik heb nu best wel honger. Het is nu ook... Oh, het is al 11:30 ook. Ja. Oh, ik moet de jongens ook zo ophalen. Dus ik moet opschieten. Ga jij de pannenkoeken maken dan? Oh ja, zo perfect. Ik mag er 2. Ik heb zo'n zin in pannenkoeken. Lekker. Met aardbeidjes heb ik niet met Nutella. Jammer. Ik heb 150 gram gedaan. Wat doe voor mij ook meteen dan? Hoeveel wil jij dan? Ja, 100 of zo. Hoeveel had je in je app gedaan dan? 125. Oh, die batterij is low. Er is het altijd een beetje opgefokt, hè? Het is trouwens echt super, super lekker weer. Ook een beetje inkijken met titties. Ik ga het ook zo, denk ik, doen. Of staat dat raar als ik hem zo doe? Ja. Ja, dat staat raar. Dit wil ik er zo graag op doen. Maar het mag niet. Wil jij mij even een lepel aangeven voor die aardbeidjes, alsjeblieft? Please, please, please. Oh, yummy! Oh, echt lekker. Het water loopt me gewoon al in de mond, hè? Mm-hmm. Nou, keuzes, keuzes, keuzes. Ah, dit is echt hemel. En die aardbeidjes zijn ook echt super lekker. Ik ga er weer lekker van genieten. LOL! Oké, en ik ga nu mijn eerste crackertje met slanky sambal eten. Wat zeg je, schat? Ja? Het is nu 12:52. Bijna 1 uur. En ik ga met mijn tweede cracker beginnen. Want ik had nog heel erg honger naar de pannenkoeken en alles. Dus ja, sorry. En dan hoop ik dat ik dat red tot aan 6 uur. Ik heb nog 2 crackertjes over, dus even kijken. Een vega plakje mediterrano. Dat ja. Hoe laat is het nu? Het is 2 uur en ik ga nu 1 gekookt eitje maken en die ga ik nu opeten. Waarom? Omdat ik nog steeds trek heb. Ik ben echt een kleine vreedzak. En dan heb ik nog 2 crackers over. Avondeten en magere kwark voor de rest van de dag.
ga ik nu eten. Mijn eetje. Nu 3 uur en ik ga nu mijn andere 2 crackertjes eten. Met vegan... Wacht, ik ga het pakken. Deze, die vind ik zelf echt super lekker. Dat moet ik wel goed houden. Die ga ik nu even eten. Oeh, ik liet hem bijna vallen. Ik mis wel lekker een mosterdje of een roomkaasje erop of zo, weet je. Ja, komkommer kan je er nog wel op doen. En wat tomaat kan ook nog wel. Dat heb ik nu niet gedaan. Maar het zou wel kunnen. Sla, tomaat, komkommer. Dan heb je alweer wat gevuldere dingen inderdaad. Had ik wel kunnen doen. Maar heb ik niet gedaan. Erg lekker. Vooral als je gewoon dit op een bolletje doet. Met allerlei met augurkjes erbij. Oh, echt lekker. Te weinig gedronken heb. Kijk, dit heb ik gedronken voor de hele dag. En hij moet helemaal leeg voor de hele dag. Dus... Het is nu bijna... Hoe laat is het, Nick? Hoe laat is het? Hoe laat is het? 7:15. Het is bijna 7:15. What the f***? Nee, even serieus. Kwart over zeven. Het is 7:15 en ik ga nu beginnen met mijn avondeten. Ja, want we zijn zo klaar. Ik was eerst meegegaan naar voetbal, dus vandaar dat het een beetje laat is. Maar... Ah. En ik heb ook echt super, super, super veel honger. Jij niet? Oké. Deze ding even bakken voor op de pizza. Bakken? Bakken. Nou, dit is mijn salade die ik helemaal op ga eten. Heerlijk. En dit is mijn pizza die bijna klaar is. Lekker. En dit is mijn salade en die ga ik nu allemaal opeten. Love it. Nou, mijn water heb ik niet gered. Dit zit er nog in. Ook ben ik echt kapot moe, dus ik ga mijn yoghurt ook skippen. Want ik kan niet meer. Ik ben echt aan het einde van mijn energielevel. Ik ga naar boven. Ik heb net gedoucht. Ik heb mijn tanden gepoetst. Ik ga naar boven. Ik ga pitten. Keihard pitten. Ik heb het echt nodig. Dit was ook weer het einde van a day in the life full of eating. Yay. Vind je het een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier ergens te klikken en pats, boem, je bent geabonneerd. En vergeet het notificatiebelletje niet, zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Slaap lekker. Doei!